Koen Groen hier nog steeds in Den Haag. ChristenUnie, Tomra en Echte Held hebben samen dit initiatief genomen om te laten zien hoeveel flesjes en blikken er in het milieu terechtkomen. Ik ga u even voorstellen aan... Arie Slob, ik ben fractievoorzitter van de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie. Meneer Slob, wat vindt u van deze actie? Of wat zijn de kernpunten? Nou ja, het maakt heel goed inzichtelijk. Als je kijkt hier achter me, dit is de omvang van Nederland, hoeveel rotzooi er ligt. Dit is dus de oogst van wat er in een uur tijd... In het milieu terechtkomt. Nou ja, we weten allemaal dat er in een dag meerdere uren zitten, dus ja. Ga maar gewoon optellen. En uiteindelijk weten we dat er ongelooflijk veel rotzooi in het milieu terechtkomt. Wat je kunt voorkomen, in ieder geval voor een groot deel kunt voorkomen, op het moment dat je statiegeld hebt. Het is niet echt leuk natuurlijk dat het moet, ja. Maar zo werkt het wel. Als ja. Mensen geld kunnen krijgen voor iets, dan zijn ze toch iets zorgvuldiger. Het is misschien net de prikkel, hè? Nou ja, ik denk in deze tijd van grote bezuinigingen, er komt ook nogal wat op gemeentes af. Ja. Ontzettend veel geld gaat in het zwerfvuilafval zitten. Ja. Dat wordt allemaal doorbelast aan burgers. Dus volgens mij kun je hier het mes aan twee kanten snijden. Je kunt voorkomen dat er te veel zwerfvuil komt. Dat ja. Bespaart de gemeentes echt ongelooflijk veel geld. Ja. Laten we echt over honderdduizenden euro's voor grote okay. Gemeentes. Daarnaast kun je zorgen dat de afvalheffing voor de burgers in ieder geval niet omhoog gaat. Misschien okay. Zelfs omlaag. Okay. En we zorgen dat het milieu ontlast wordt en dat het er ook allemaal wat fraaier uitziet. Want wees eerlijk... Dit is niet echt een heel mooi gezicht. Nee, dit is echt bizar, hè? Deze hoeveelheid, 5700 blikjes elk uur in het Nederlandse milieu. In het Nederlandse milieu. Even de kernvraag voor het volk. Zou u denken dat deze hoeveelheid nog steeds in het milieu terecht zou komen als er statiegeld op zou staan? Nou, ik denk niet dat we de illusie moeten hebben dat we het helemaal schoon gaan krijgen. Maar ik denk wel dat je er in ieder geval een groot deel van dit aantal kunt reduceren. Ja. Want mensen vinden dat gewoon toch wel plezierig. Als ze gaan niet zomaar geld weggooien. Nee. Ik zie nooit iemand geld op straat gooien. Ja, ik denk dat ik het zelf opruim, hoor. Of oppak als de 10 cent mee te verdienen is. Dus die kans is ook nog zo simpel is het. Ik weet nog uit mijn eigen jeugd dat ik als tiener samen met mijn vriendje rond het voetbalveld ja. Flesjes aan het inzamelen was. Want dan hadden we een leuk extra zakcentje op de zaterdagmiddag. Zo werkt dat gewoon. Dus jongeren ja. Zullen het gaan doen. Misschien ja. Ook wel ouderen. Ja. Misschien kunnen verenigingen en clubs er een actie van maken. Want je ja. Kunt de clubkas spekken. Tuurlijk. En nogmaals, het zit toch gewoon in het Nederlandse hart. Hè? Ik bedoel, kom op. Dit is ingeburgerd. Nou, niet helemaal. Want je ziet dat mensen toch nog wel redelijk makkelijk dingen weggooien. Ja, dus het zit niet helemaal in ons hart ja, okay. Om het milieu schoon te houden. Heeft u nog een boodschap voor de jeugd dan in specifiek? Want dat is toch wel de wegpleur, hoe zeg je dat netjes, de weggooicultuur ja, die er ontstaat. Niet alleen maar de jongeren hoor. En die zien vaak toch, die volgen toch vaak het voorbeeld van de ouderen. Okay. Ik denk dat we met elkaar even moeten nadenken van waar zijn we mee bezig. Ja. En als je dan dit soort aantallen ziet, als je weet dat dat per uur in het milieu terechtkomt ja. En je vermenigvuldigt dat, en dan weet je dat er jaarlijks dus echt tonnen en tonnen afval gewoon in het milieu terechtkomt, op straat, ja. Zwerfafval. Laten we nou maar alsjeblieft met elkaar proberen om dat te voorkomen. En als een financiële prikkel daarbij helpt, dan moet dat maar. Maar houd het milieu alsjeblieft schoon. Dat is ja. Ons alle belang. Dat is wel heel, heel sterk hoor, dat u dat zegt. Dat is ook volgens mij ook de boodschap. U gaat in debat met meneer Atsma. Bent u daarbij? Dat zal onze woordvoerder doen, Esme Wiegman. Okay. En die kan dat uitstekend. Okay. Ja, wij hopen dat we Atsma... Die we toch ook aan kunnen spreken op het rentmeesterschapprincipe, dat je zorgvuldig met de schepping omgaat. Ja. En dat je probeert alles te doen om te voorkomen dat dat onnodig belast wordt. Ja. Hopen we daar toch wel een snaar bij te treffen. Goed, dank u vriendelijk voor uw tijd en voor uw inzet voor het milieu. Heeft u nog een website waar u mensen naar wilt verwijzen om hier meer over te weten te komen? www.christenunie.nl, daar staat ook alle informatie over de actie die vandaag hier op het plein voor het Kamergebouw in Den Haag wordt gehouden. Dank u vriendelijk. Dit komt op www.koengroen.nl. Ik hoop ook dat u ons steunt. Wij zullen u steunen en zo we zullen gaan we hand in hand. Ja, dank u vriendelijk. Heel veel succes. Ja.